Agrarische producten zullen niet bespaard blijven van prijsverhogingen. VHP-parlementariër Mahinder Yogi vroeg de regering gisteren in de Nationale Assemblée aandacht hiervoor. Hij haalde aan dat vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de zware regenval van de afgelopen tijd, het verwachtbaar is dat de prijzen van groenten omhoog zullen gaan. En het is geboden en COVID is er nog steeds, voorzitter. En het voeden van het volk, goed en gezond en veilig voedsel, is een primaire zaak, voorzitter, dat aanwezig moet zijn. Maar ook ziekte en plagen, voorzitter, die zich kunnen aandienen als gevolg van enorme neerslag, voorzitter. Dus wij doen via u een beroep op de regering om voorzieningen te treffen, voorzitter, om erger te voorkomen. Het regent al bijna 11 maanden, voorzitter. Niet zeker 11 maanden, ja, voorzitter. En wij zien bijna het verschil niet, voorzitter, tussen grote regentijd en droge tijd. Dus wij vragen de regering inderdaad om het weer in de gaten te houden, maar ook de nodige voorzieningen daarop los te laten. Dank u wel. Mahinder Yogi, VHP-parlementariër. Yogi wees erop dat de regering nu al stappen moet ondernemen, aangezien het binnenland al kampt met de gevolgen van de zware regenval. Eerder had de regering in verband met het wateroverlast 100 miljoen SRD vrijgemaakt. Uit dit bedrag moeten ook voorzieningen getroffen worden voor de toekomst.